Kijk, als je me nu raakt, ben ik... Oh! Nee! Nee, nee! Nee, dit was lullig. Jongens, mijn kanaal, mijn naam is Mick. En vandaag ga ik eigenlijk voor het eerst een keer een challenge doen op mijn kanaal. En dat doe ik met Dylan. Hey, Mick. Hey. 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 Wie is nou de betere brawlstarrer? Is dat een woord? Ik heb geen idee. Knokker, brawler. Brawler, wie is de betere brawler? Jij of Fik, we komen er vandaag achter. We gaan namelijk een challenge doen. We gaan allebei in een solo showdown zitten. Daar zitten ook bots bij. Dus laten we beter gewoon niet gekillt worden door bots. Dat zou een beetje lekker zijn. Dat zou het zijn, ja. Het zou wel kunnen. En wat we gaan doen, we gaan voor elkaar een knokker kiezen waar we mee moeten spelen. Nou, ik weet echt niet waar Dylan super goed in is. En Dylan waarschijnlijk ook niet waar ik super goed in ben. En ja, dat wordt de challenge eigenlijk. En wie als eerste dan 3 keer heeft gewonnen, of wie als eerste 3 keer hoger is geëindigd dan de andere, die is ultieme brawler, knokker, brawlstar. Wow, yo. Ja, die mag gewoon... Ik koop gewoon een trofee voor je als je wint. Nee. Een custom brawlstar trofee. Ja, dat zou vet zijn, dat zou vet zijn. Oké, wil jij beginnen met een knokker voor mij kiezen, of moet ik beginnen om een knokker voor jou te kiezen? Ik begin wel met een knokker voor jou, want dan kun jij die nog counteren, zeg maar. Oké, dus, kom maar. Ja, wat zullen we eens doen? Ja. Wil je een slechte knokker of een goeie? Ja, doe maar een goeie. Ik zie, ja, je kan bij elkaar kijken waar de ander hoog zijn. Dus ik ben een beetje in jouw knokkers aan het kijken. Je bent hoog met Rosa, zie ik. Dus ja, je mag voor mij de eerste pot mag je Rosa zijn. Ik ben benieuwd of je met Rosa bent. Ja, ik wil even die skills. Ik zeg je heel eerlijk, ik speelde in het begin alleen met Rosa. En de laatste tijd echt niet meer. Maar oké. Ja, ik ben benieuwd. Hoe kan ik ook... Oké, ik kan hier kijken. Oh. Ja. Moet ik ook lief terug zijn, of wat? Nee, je mag me helemaal afslachten. Werk er zo. Maar ja, dan gaan we bij het tweede potje ga ik je ook kapot maken. Dat snap je wel. Even kijken, ja. Je hebt alleen Tara eigenlijk niet nog rank 10. Of rank 20. Nee. Maar je bent net zoals ik. Je wil van links naar rechts onderwerken, denk ik. Nou, nee. Tara heb ik als nieuwste gekregen. Dus ik heb nieuwe knokkers ga ik pushen. Ja, ja. Even kijken. Dan ben ik ook wel lief voor jou. Dan mag jij met Colt. Met Colt? Ja. Oké. Favoriet, hè? Nou, dat vind ik wel een leuk poppetje, ja. Oké. Nou, ga ik met Rosa. Ben jij Colt? Okay. Laten we niet doodgaan door bots. Het is me wel een paar keer gebeurd in deze game. Oh, dat hoop ik niet. Soms heb je zeg maar dat 2 van die bots op je afkomen. Dan ben je gewoon, ja, ben je gewoon kansloos. Oh shit, wacht, ik zit op wifi. Okay. Wacht, ik respawn heel snel. Of ben ik er nu uitgegaan? Dat weet ik niet. Op wifi kan ik namelijk niet spelen. Mijn wifi hier in Limburg, dat is echt helemaal niks. Oh, ja, ik ben er nog. Toppie. Oké. Toppie. Ja, ik heb nu wel een kleine voorsprong, heb ik zo'n gevoel. Nou... Maar, komt goed. Je hebt meer trofeeën, dus jij moet beter zijn, hè? Ik moet dit hebben. Ja, je moet het hebben. Oké. Kijk, ik ben heel benieuwd als ik je... Oh, ik ben bijna dood door een bot, jongen! Oh, nee. Waar ben je? Kill ik je wel. Dat is minder awkward. Ja, dit was echt heel awkward. Ik ben nu weer bijna door een bot gepakt. Die bots zijn eng, man. Ja, die bots zijn best goed, hoor. Ik had laatst... had ik dit ook een keer gedaan. Maar dan niet op video. En ja, ik ben een paar keer gekillt door een bot. Oh, daar ben jij! Nee! Wie ben jij? Ben jij dit? Weet ik niet. Je ziet toch mijn naam erboven? Oh! Oh, je bent er dood! Nee! Ja! Kom hier! Nee! Let's go! Oké, nu ook even dit winnen. Dit winnen we... Ja, dit moet je wel pakken. Even kijken, ik heb een of andere... Ik kan een struik plaatsen of zo. Kijk, superleuk. Oh, nou! Ja, dat is fashion. Even kijken. Ja, die Piper is irritant, hoor. Ja, die is eng, hoor. Hier, Booma! Hier, nee, kijk, wat doet ze? Ja. Ze blijft gewoon in de bosjes zitten. Nou, top! Hey, 1-0 voor! 1-0, Dylan! Oh my god, ik was gewoon geklaard door die roze botten. Ik dacht dat jij dat was. Had je hem wel gekillt? Ja, maar hij had mij wel gedamaged, daar was ik zo low. Ja, maar je staat ook letterlijk bot boven, hè? Ja, ik zag dat niet eens. Oké, ik vind als je zeg maar hebt verloren, dan mag je als eerste kiezen, want dat is wel een voordeel, toch? Of? Ah, oké. Dus jij mag weer beginnen dan voor mij. Wie gaan we doen? Weet je wie je mag? Je mag Crow voor mij wel. Vind je die fijn? Crow. Ja, ik denk het wel op zich. Niet de minste. Nee, het is geen is een rode, hè? Ja, ik vind het zo lullig om jou dan een slechte te geven. Hey, doe je ding. Het maakt mij niet uit. Je mag mij een slechte geven. Nou, ik vind het... Even kijken. Ik ga nu met Crow, dan mag jij met... Ik vind die niet slecht, dan mag jij met B. Met B? Oké. Okay, ja. Okay.
Ik vind die best lekker. Die is zeker wel chill, ja. Ik kan me nu op echt hele vieze manieren killen, omdat je gewoon die tweede damage van B is echt insane. Ja, die is heftig. Hij is vooral heel goed tegen tanks. Dat is hij echt het allerbeste. Oh mijn god, ik ben al bijna... Oké. Okay. En weet je wat het is? B is wel super squishy, zeg maar. Hij heeft heel weinig HP. Ja, precies. Als ik gewoon dichtbij je ben, dan ben je wel gewoon, zeg maar, de pineut. Even kijken, ik moet eerst even die puntjes krijgen. Ik werd net trouwens al bijna gekild door Piper. Door een bot. Ja, die Piper had mij net dus ook al bijna gekild. Want zij raken wel enigszins, shit. Oh, daar ben jij! Oh, daar ben jij! Woe! Die mis. Oh, kut. Nee. Kijk, als je me nu raakt, ben ik... Oh! Nee! Hey, dit was lullig. Komt opeens een of andere... Ja, die bot. Oei. Shelly opeens uit de hoek. Nou, maak het dan ook af, Dylan. Ja, ik ben wel een beetje bang, want ik... Overal komen mensen vandaan hier! Help! Ik zei het je, die bots. Die bots zijn gek, man. Die miste hier, de miste Piet, 10 cubes. Gekkigheid. Ja, jezus, man. We worden gewoon hier gerekt door bots. Ja. Lekker, hoor. Holy shit. Oké, wel 1-1. Houdt het wel spannend. Ja, laat zeker. Laat het positief bekijken. Even kijken, nu mag ik beginnen. Ja, geef me wat. Ja, ik weet het niet. Ik ga even kijken bij jou weer. We gaan voor... laten we gaan. Je mag met Jean spelen. Jean! Oké. Ja. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Ja, Jean is best wel oké. Ja, ik zag dat je hem kracht 3 had, dus ik dacht... Oké, welke moet ik mee spelen? Ga jij maar eens even met... Ja, ik zit ook zo door knokkers te kijken, maar eigenlijk heb je niet echt een super slechte of zo. Het is wel allemaal... Nee. Iedereen is wel... Doe maar Spike. Wat vind je van Spike? Ik vind Spike wel leuk. Oké. Nou, we doen elkaar niet heel veel pijn. Dat is ook wel fijn, hè? Nee, precies. Oké, let's go. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Ik hoop... deze moet ik wel even winnen. Want anders, ja. Anders ga ik op mijn achterstand en dat gaan we niet doen, hè? Ja, ik ben een beetje bang voor die bots. Ja, die komen gewoon naar je toe met 10 krachtpunten, zeg maar. Ja, ik vind die echt eng. Oh, Jezus Christus. Kijk, ik heb 400 HP, dat is mijn status. Weer door een bot? Nee, ja. Die bots komen echt gewoon om afrennen. Nee! Oh my god. Ik lek... Ah. Oh! Oh! En Dylan? Ja? Ik ben er zeg maar niet meer. Ben je dood? Ik ben dood. Nee, je bent niet dood. Jawel. Er kwamen twee knokkers op me af en ik was gewoon ingesloten. Die bots werken gewoon samen, het is gewoon oneerlijk. Oké, dat telt niet. Ik zie nu bot 1 zeg maar spelen en die is helemaal links, dus als je die even... Ja, ik ben al weg. Oh, ben je al dood? Ja, deze moeten we gewoon opnieuw doen, toch? Ja, oké, we doen wel opnieuw. Gaan we gewoon met hetzelfde? Ja. Deze, kom, dit is oneerlijk. Ja, precies. Anders kunnen we ook gewoon in een bosje zitten en verwachten wie als eerst dood gaat. Ja, precies. Het zou wel leuk zijn als we een keer gewoon bij elkaar spouwen, zeg maar. Eerlijk, die bots zijn gek, man! Ja, ze zijn helemaal niet zo slecht. Volgens mij worden ze gewoon op jouw niveau, zeg maar. Zou dat zijn? Wat ik denk? Ik denk dat het gewoon pro-players zijn waar we ze tegen zitten. Dat ze gewoon doen alsof dit bots zijn, om ons gewoon voor de gek te houden. Ja, leuke titel. Hey, ik ga dood door een bot! Echt? Wel dood? Nee, bijna. Dat is gek! Dit is moeilijk, man! Ik ben wel dood door een bot. Nee! Ja. Echt niet? Jawel! Jij ook? Ja, ik heb mezelf wel dood laten gaan. Oké, nog een keer met deze poppetjes of wat wil je? Want ja, ik heb jou nu niet afgemaakt. Nee, precies. Oké, laten we dan één keer doen en gewoon wie nu... Het zou heel leuk zijn als jij nu eerder dood gaat door een bot. Maar wie nu gaan als eerst dood gaat, die heeft gewoon verloren. Oké. Ja, ik ga gewoon heel safe spelen. Dan zijn we daar een video van een uur. Ja, ook leuk. Hé, die bots ontwijken ook en zo, hè? Ik weet niet. Ja, ik denk gewoon dat echt op onze... Dat ze zeg maar beter worden, omdat wij dan meer trofeeën hebben of zo, samen. Dat ze op die manier doen of zo. Als je zeg maar 10 trofeeën hebt, dat ze heel slecht zijn of zo. Het is jammer dat je niet het niveau van die bots kan instellen. Dat zou chill zijn. Oh, daar ben je? Oh, ja, ik help je hier. Dat is fijn. Oh mijn god. Zie je dit? Oké, indirect heb je me gekild. Laten we dat zeggen. Oké, je hebt deze gewonnen. Ben je ook dood? Nee, is dat een bosje? Oh mijn god. Dat meen je niet. Oh! Ja, maar kijk, je was gewoon bijna dood. Besef hoe goed die bots zijn. Ja, ik vind het echt eng, man. Kijk, kom op Dylan, je kan dit. Ik support je. Kijk, als ik dan dood ben, dan moet je ook gewoon... Oh! Hij heeft al die cubes. Er zijn er nog 3 over. Hij heeft 10.000 HP. Holy shit. Ja. Kijk hem op me afkomen, die viespeuk.
Hoe vaak moet je hem wel niet raken? Hier, kijk die dodges. Kijk dan, ja, precies. En ja, nou komt er daar een andere bot en die gaat mij pakken. Ja, precies. Zo ze werken gewoon samen. Of, oh. Ja. Dit was verleden. Ja. Oké, nog eentje. Oké, dit kan je. Kom op. Als ik dit ook niet heb tegen een bot, dan moet ik het spel echt verwijderen. Kom maar, jongen. Kom maar. Ik geloof in je. Hier. Ik ben gewoon echt aan het zweten hier. Snoek. Ja. Ja. Oké. Oké, dit is een puntje voor je, hoor. 2-1. Oké, ja, ik heb weer verloren, dus ik mag weer beginnen. Even kijken, welke knokker jij mag spelen? Je mag met die nieuwe, heb je die? De nieuwste? De Sprout. Sprout. Sprout wil ik wel, ja. Vind je dat leuk? Ja, hij is wel genervd, maar hij is niet slecht. Oh, ik vind hem echt irritant. Ik weet niet, ik vind het irritant dat die dingen doorstuiten. Dat vind je irritant? Ja. Dat is toch juist chill? Ja, ik weet het niet. Ja, misschien een knokbal wel, maar ik vind het irritant in deze game mode. Weet je, jij mag boel. Boel, oké, ja, dat vind ik wel leuk. Dan ga je ook minder snel door die bots, want je hebt meer HP. Sprout, als één bot op mij afkomt, ben ik gewoon... Waarom? De pineut, het is een gekke lui hier. Dit is echt een minst chille knokker. Ik dacht, ik na je een keer. Maar jij bent weer aardig voor mij. Nou, top. Hoppakee, kijk. Oh, daar ben je al. Oh, daar ben jij. Oh. Oh, daar heb je Piper! Als Piper je twee keer hebt, ben je al klaar, of niet? Ja, zwaar. Kijk dan! Oké, dat bedoelde ik met doorstuit. Oh mijn god, iedereen komt gewoon op je af, Dylan. Echt, toch? Oh, nee. Oh mijn god! Heb ik je wat? Ja, ik heb... Nee, je hebt nu al 3 keer gewonnen. Wee! Echt? Was ja. Het dan ja. 3-1. Oh nee, mijn god. Nou, okay, we maken het dan ook gelijk af. Ga ervoor. Die 8-bit daarboven. Zo, even een muurtje plaatsen. Kijk, oh, staat er maar... Oh, is de laatste. Showdown. Dat is snel. Waar zit hij? Oh, daar. 7, hij heeft 7 krachtpunten. Gewoon meer dan jij, gek. Ja, ja ik kan ver gooien. Jij niet. Hij kan er net niet raken. Ik kan daar precies niet tussen gooien waar hij staat. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Dat is de enige knokker die ik moet hebben, trouwens, deze. Ja, Sandy moet ik nog. En Spike moet ik nog. Ja, ik moet ook Sandy nog. En je hebt hem gewoon. Oh, jongens toch. Oké, ik wil... Ik heb nu... Ja, ik heb eerst gewoon gewonnen en daar heb je gewoon 3 keer achter elkaar gewonnen. Oké, ik wil nog 1 potje. Nog één vriendschappelijke. We kunnen all-in doen. Degene die dit wint, die wint alles. De hele video. Echt zo. Ja, oké, is goed. Ja? Oké, laten we gewoon doen dat we nu gewoon zelf mogen kiezen, ja? Ja, weet gewoon niet welke knokker we van elkaar hebben. Oké, dat is wel leuk. Oké, dan ga ik voor deze. Ik kies ook gewoon omdat ik weet dat er zeg maar heel veel bots om me heen zijn. Ja, dat is wel slim. Oeh, wie ga ik kiezen dan? Ja, dat weet ik niet. Shit, man. Ik vind het moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb een beetje een tank. Ja, dat dacht ik al. Ik ga... Oké, maar dit is het potje, toch? Dit is het potje. Tel voor 5 punten. We hebben er maar 4 nodig, ik, maar we tellen voor 5. Oké, ik ga gewoon... Ik ga dit even... Tel voor 1 miljoen punten. Ja, 1 miljoen punten. 10 miljoen. Ik weet niet wat deze star powers zijn. Dus ik doe maar wat. Ja, oké. Let's go! Oh, ik ben zenuwachtig, hoor. Dit is wel het potje, zeg. Dit is het potje. Wie dit wint, wint alles. Ja, we hadden helemaal niks over te doen, alleen dit potje eigenlijk. Ja. Oh, daar ben je al! Oh, daar ben jij! Oh mijn god. Waar ben jij? Oh, je bent niet... Oh mijn god. Ik ben Bo. Oh mijn god. Dat is wel echt... Hallo. Oh shit, ik ben dood. Dat ben ik niet. Oh, echt? Jongen. Ja, die botten. Oké, dat telt niet. Oh, die bots, jongen. Ik word er helemaal gek van deze. Nee, je hebt hem, netjes. Ja, ik kill hem even. Dan mag hij mij killen. Dan doen we wel nog een keer. Jongen. Oké, ik pak wel gewoon dezelfde. Ja, ik pak ook gewoon Frankie. Frankie. Oh, dat kan toch niet, dit. Jij dacht dat ik dat was, of niet? Ja, ik liep achter jou aan en ineens kwam die M's van de zijkant. Hallo, say hello to my little friend. Oké, what the fuck? Oké, dat was een gratis kill. Top. Ja, dat zou eigenlijk de bedoeling moeten zijn bij bots. Ja, dat bij bots, dat je gewoon gratis kills hebt. Maar die bots zijn volgens mij ook iets beter geworden. Bots zijn echt eng. Ik vind ze heel eng. Nou, deze bot die gebruikt nu een ult op een kistje. Aha. Dus ik weet niet wat er aan de hand is opeens, maar dat is niet de slimste zet. Besef, ik heb nu 12.000 AP bijna. Dat is echt insane. 12.000? Ja, 12.460 HP heb ik nu. Oh my god, dat wordt eng. Hey, hallo, daar ben je. Oh. Ik ga achter deze cactus staan. Zit er geen cactus dan? Heel flauw. Oké, als we nog 1 iemand killen hebben, echt een 1. Oh, nee! Ja. Nee! Oh, nee, daar staat een cactus! Tomme cactus. Nee. Wat doe ik? Nee. Oh, dat was een cactus. Nee, dat was niet heel slim. Hé, hey, waar? Er is ook nog 1 bot ergens aan het chillen. Ja, dat weet ik.
Laat me even met rust. Pak me even die bot. Oh, hier is die. Hier is die enge bot. Wat voor bot is het? Een roze, roze. Bot. Hoe ga ik counteren op die roze? Wat ga ik doen? Kijk dan, die dodgt en alles, hè? Oh, nee, nee, nee. Oeh, je hebt zoveel HP, hè? Ja, ik heb echt... Hoeveel heb ik als ik nu voel? Volgens mij 14.000. Oh, dit is spannend. Kom hier. Kom hier. Laat me met rust. Nee. Ja, maar ik moet dicht bij jou komen. Ah! Op een gegeven moment wordt die cirkel wat kleiner. Oh, de dodge. Wat is dat dan weer? Oh, dat is die... Gadget. Dat is mijn gadget. Kom hier. Kom hier, jij. Nee, 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 nee! Kom hier. Nee, nee! Ja! Ik deed zeg maar automatisch, want ik dacht, raad hij sowieso op jou. Ik ging op je tering. Ja, op je totem. Ja. Totem heeft mijn leven gered. Ja, oké, okay, GG, ja. Nou, dan heb je 1 miljoen en 3 punten tegen 1. Oh, nou, gefeliciteerd. Dik gevonden. Ja, alleen was een miljoen meer. Alleen was de trofee een scam. Ja, 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 dat vind ik dan wel jammer. Ja, dus die moet je zelf laten maken. Brawl staat... Oh, nou, thanks, man. Ik mag je zelf betalen. Ik stuur de factuur, ja. Ik stuur de factuur wel. Ook nog eens. Ja, in ieder geval, check ook even, dames en heren, Dylan's kanaal. Want hij heeft ook een gaming kanaal, als je nog niet wist. Dat heb je ook Brawl Star op, hè, soms? Ja, ook, onder andere. Volgens mij komt nu... Wat zei je net? Er kwam een Brawl Star video online, toch? Deze week? Ja, 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 ja. Samen met Marit. En geloof het of niet, maar Marit carried mij de hele video. Is dat echt zo? Ja, dat is echt. Dat is ongekend. Wat wel? Had ze het al een keer gespeeld dan? Ja, ja, een paar keer. Maar zo echt niet normaal. Ze was echt de goat van de hele game. Nou, hey, als je dat wil zien, moet je even Dylan's kanaal checken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Dat zou ik ook even waarderen. En dan bedank ik Dylan voor het meespelen. En dan zeg ik Mick out. Doei!